schreef: geef hem te drinken, want als hij dat doet, stapelt hij vurige kolen op zijn hoofd. Laat u niet overwinnen door het kwaad, maar overwin het kwade door het goede. Zo over de woorden van het Heilige Evangelie. En het Heilige Evangelie van de Evangelist Matthäus. In die tijd toen Jezus van de berg afgedaald was, volgde hem een talrijke menigte. En zie, daar kwam een melaatse tot hem, die zich voor hem neerwierp en zei: Heer, zo u wilt, kunt ge mij reinigen. En Jezus strekte de hand uit, raakte hem aan en sprak: ik wil het, word gereinigd. En terstond was hij van de melaatsheid gereinigd. Dan zeide Jezus tot hem: zorg dat gij het aan niemand zegt, maar ga u vertonen aan de priester en de gave offeren die Mozes heeft voorgeschreven. Dan hebben zij een bewijs. Toen hij nu in Kafarnaüm kwam, trad er een hoofdman op hem toe met de bede: Heer, mijn dienstknecht ligt thuis, verlamd en lijdt hevige pijn. En Jezus zei tot hem: ik zal komen om hem te genezen. Doch de hoofdman antwoordde: Heer, ik ben niet waardig dat gij onder mijn dak komt, maar spreek slechts één woord, dan zal mijn knecht genezen. Immers, ik sta zelf ook onder gezag. Maar ik heb weer soldaten onder mij, en tot de een zeg ik: ga en hij gaat, en tot de ander: kom en hij komt, en tot mijn dienstknecht: doe dit en hij doet het. Toen Jezus dat hoorde, stond hij verwonderd, en hij zeide tot hen die hem volgden: voorwaar, ik zeg u, zo'n groot geloof heb ik in Israël niet gevonden. Doch ik zeg u, velen zullen er komen van oost en west en met Abraham, Isaac en Jacob aanzitten in het Rijk der Hemelen. Maar de kinderen van het Rijk zullen buiten geworpen worden in de duisternis. Daar zal het zijn geween en geknars van de tanden. Dan sprak Jezus tot de hoofdman: ga heen en u geschieden overeenkomstig uw geloof. En op hetzelfde uur werd de knecht weer gezond. Zo over de woorden van het Heilige Evangelie. De hoop is voor u allen opgedragen, voor al uw intenties. En denkt u aan de kaarsen voor volgende week, de 2 februari. En mocht u deze kaarsen willen laten zegenen, breng ze dan mee op die zondag. En dan breng ze ook naar de familiebank liefst. En ze daar achter een tafel opstellen. En dat al die kaarsen dan in één keer gezegend kunnen worden. Voor de nieuwe week ziet het als volgt uit. Dus komende vrijdag, de 31 januari, al om 7 uur mis, 's avonds, tegen de heilige Johannes Bosco, beleider. En dan de 1 februari, zaterdag, is dan catechismusles. Om 9:30 en om 11:00 dan de mis, de ere van het onbevlekt hart van Maria, met de gedachtenis van de heilige Ignatius, bisschop van Antiochië, martelaar. En daarna hadden we dan lof en doen we nog zo'n beetje. En dan de volgende zondag, de 2 februari, 10:30, kaarsleiding, processie en hoogmis. En dat is voor de opdracht van Jezus in de tempel, terwijl Maria licht is. En dan voor de week van de 3e tot en met 8e februari is te melden dat er geestelijke oefeningen gepreekt worden in Antwerpen. Het is volgens Ignatius van Loyola. En u bent daar natuurlijk hartelijk welkom. Maar het laatste moment wel met de priorij van Antwerpen, mocht u zich nog willen inschrijven. Het is voor de week van 3 tot en met 8 februari. En dan een heugelijk feit. Buiten aan de deur van de sacristie zijn de paaltjes die ons ooit beloofd zijn geplaatst. Het is de anti-parkeerpaaltjes. Ook het bord hangt daar: no parking. En in dezelfde week zijn die paaltjes ook geplaatst. En dus we zijn blij. De naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Dierbare gelovigen. Gisteren vond
uitvaartplechtigheid plaats van onze oude huishoudster. Het was een mis met drie heren, met genoeg misdienaars en zangers. Het was een gesmeerde liturgie, zo te zeggen. Een echt katholieke eredienst. En ieder kende zijn taak en er werd mooi op elkaar ingespeeld. Het was waardig, verheffend, troostend. We gingen met de stoet zo'n 400 meter door de straat naar het kerkhof en we hebben tot aan het graf het In Paradiso gezongen. We hebben het voortdurend herhaald. Een mooi teken namelijk voor de buitenwereld. Mogen de engelen u naar het paradijs geleiden. Dat is ons geloof. Dat is onze visie. Een neef van de dierbare overledene zei de plechtigheid heel afwisselend, dynamisch te vinden. Deze liturgie had hij nog nooit gezien. Alsjeblieft. Daarom moest dit alles afgeslacht worden en vervlakt worden. Het Dies Irae bijvoorbeeld moest ook weg. En hier bij een concert in de kerk werd eens, niet zo lang geleden, het Dies Irae ten gehoor gegeven. En dan vindt men het mooi. Waarom moest dit alles weg? Met hiervan Paus Pius XII. Hij zegt in zijn encycliek Mediator Dei over de liturgie. Want daarover wil ik het hebben vandaag. De heilige liturgie vormt de openbare eredienst die onze verlosser, het hoofd van de kerk, aan de hemelse Vader brengt. En die de gemeenschap van de gelovigen aan haar stichter en door hem aan de eeuwige Vader brengt. De geloofsgemeenschap. We bidden toch in Psalm 66, vers 4. Heel de aarde moet u aanbidden. U ter eer en lofzang zingen. Glorie brengen aan uw naam. Wat doen we anders dan met de liturgie? Het gaat hier met dierbaren over iets heel groots en heiligs. Wij moeten van de heilige liturgie houden. Naar het voorbeeld van onze stichter, Monsieur Lefebvre. Haar verzorgen. Door de liturgie zet Christus zijn heilswerk in de gelovigen over de tijden heen op sacramentele wijze voort. Het gaat in onze liturgie dus over dienst aan God. Dienst van God. Het hoogste wat ons mensen is opgedragen. En dit hebben de mensen altijd goed aangevoeld. En daarom hebben zij de eredienst altijd plechtig vormgegeven. Plechtig. Dat gebeurde al onder het Oude Verbond. Of zelfs ook in het oude heidense Rome. Het is de eredienst nu met dierbaren van de kerk. Als volk van God. Het is gemeenschapsdienst voor Gods aanschijn in de openbaarheid. Wat was de kerk, of wat zou de kerk zijn, zonder de liturgie? Een godsvolk zonder dienst van God. Dat kan toch niet? Jezus heeft ervoor gezorgd. Is ook voor onder het nieuw verbond. De liturgie is niet een eigenmachtige uitvinding van de kerk. Zij is de dienst van God in opdracht en volmacht van Christus. In Christus' naam en geest
alle anderen handelen in zijn persoon, in zijn opdracht. Dus je kunt er zelf niet zoiets van maken. De kerk heeft altijd vorm en norm aan het gebeuren van de goddelijke diensten gegeven. Of dat het beantwoordt aan de geest en bedoeling van Christus. Met die waren, ik moet het toch weer zeggen, de modernisten in de katholieke kerk, echter, hebben deze macht en verantwoording op een schandelijke wijze misbruikt. En de liturgie ontstemd. Veel meer menselijk dan goddelijk gemaakt. En zodoende een breuk met de traditie van de kerk, met de liturgische traditie, veroorzaakt. Met die waren, Christus wil door de liturgie een eredienst tot heiliging van zijn lichaam, de kerk, en tot verheerlijking van zijn Vader. Christus leidt in de liturgie zijn door hem vrijgekochte volk voor de Vader. Heiliging door gebed, sacramenten, offer. En bewijst de Vader daardoor de grootste verheerlijking. Door zichzelf als hoge priester aan ons hoofd. Als onze leider te stellen. En bijvoorbeeld bij de homies. Hij is de ware hoogpriester. En we kunnen ons voorstellen dat hij tijdens de mis zijn littekens toonde aan de Vader. En voor ons interpreteert, ten beste spreekt. En we voelen het allemaal. Bijvoorbeeld bij de hoogpriester, we voelen het allemaal. En we gaan gesterkt en geheiligd weer naar huis. En vieren de zondag. Is iets zeer belangrijks dat ons allemaal.
uitziet. Zoals deze kerk. Hemel op aarde, mits men uit de liturgie in haar volle omvang weet te leven. Paus Pius XII, hij zegt in Media Today: men kan God niet waardig eren als geest en hart zich niet toeleggen op het bereiken van de volmaaktheid. De eredienst die de kerk in vereniging met een goddelijk hoofd aan God brengt, heeft een buitengewoon krachtige uitwerking om de heiligheid te bereiken. Leven, bidden en offeren met de kerk. Mijn dierbaren, dat is het juiste ingaan op de liturgie van de kerk.
fermo e salvato per me. Domine non su di Dios, perché Dio su te primo, se tanto di fermo e salvato per me. Domine non su di Dios, perché su te primo, se tanto di fermo e salvato per me. Thank you.
Dieu.